Antwerp-Brussels, was gisteren een mooie affiche in onze tweede voetbalklasse, dames en heren. Twee slapende reuzen die elk jaar met veel ambitie aan het seizoen beginnen, maar die ambities vooralsnog niet waarmaken. Zo'n duel maakt echte voetballiefhebbers toch een tikkeltje nostalgisch. Een stadion zakte af naar Deurne op zoek naar de sfeer van de grote dagen. Ja, een heel belangrijke wedstrijd voor ons, denk ik. Als we een beetje in de tijd teruggaan, stam nummer 1 tegen stam nummer 2. Dus de laatste wedstrijden draait het niet zo goed. We hebben een 2 op 12 op dit ogenblik. Dus ja, voor ons een heel cruciale wedstrijd, thuiswedstrijd. Die moet gewonnen worden, zo simpel is dat. Binnen dit en 3 jaar eerste klasse terug te voetballen. Ik denk dat er maar 1 plaats is waar Antwerp thuis hoort en dat is in eerste klasse. Heel de spelersgroep staat achter een trainer, dus wij hopen dat een trainer hier blijft. Je hebt dat vandaag ook gezien, tot de laatste minuut zijn we blijven pompen. En als het niet mee zit, zit het niet mee, maar een trainer staat niet op het veld. Dus het is de bedoeling, we willen echt dat een trainer blijft. Het werd nog 2-2, maar de steun van de ploeg heeft niet mogen baten. Antwerp-coach Bart de Rover kreeg vanmiddag de rekening gepresenteerd. Hij mag vertrekken na 1 jaar op de Bosuilen.